Zo. In de jaren 90 was hij niet van de buis af te slaan. De godfather van de Nederlandse talentenjacht. En hij is vandaag bij ons in de zaak. Janine, is de olie op temperatuur? Super warm. Super warm. Yes. Zo, Henny, een patatje speciaal. Speciaal, ja, dat vind ik zo lekker. Dat is, kijk, dat is de mix van een uitje, van mayonaise en dan tomatenketchup. Het patatje speciaal voor Henny Huisman. Heerlijk. Henny, hallo. Neem ons even mee, de jaren 90. Wat voor tijd was dat? Hier is uw gastheer, Henny Huisman. We gaan naar nummer 3 en dat is René Vroeger. Dank u wel. Genoeg. Het was een geweldige tijd. Ik had 3 programma's die alle 3 goed scoorden. De Mini Playback Show. De Mini Playback Show. De Mini Playback Show. Ja. De Soundmix Show. En de Surprise Show. En de Surprise Show. Ja. Ik kan me nog herinneren, Joop van den Ende, die vroeg toen in het begin aan mij, waar doe je het nou voor, Henny? Doe je het nou... Voor het geld? Voor het geld of voor... Of voor? Ja, voor de zingende kinderen. Nee, of voor applaus, zei hij. En toen zei ik, ja, meneer van den Ende, voor applaus. Ga je goed op applaus, Henny? Ik ga enorm op applaus. Janine, kom even klappen. Kom even meeklappen. Kom op. Hey. Applaus voor Henny Huisman! Hey. Jij voelt het als echt? Heerlijk. Aan alle fame zit natuurlijk ook altijd een keerzijde, want what goes up must come down. Wat gebeurt er dan als je zo aan het stijgen bent en toen was het opeens... Leek het weg te zijn. Wat was er toen gebeurd? Je weet gewoon, het houdt een keertje een beetje op en dan ga je andere dingen doen. En, maar wat heb je in die tussen? Dus EO op Henny Soep God? Ja. Heb je hem inmiddels gevonden? Ja, die had ik al gevonden trouwens. Dat was heel vervelend. Die had ik al gevonden. Bij de eerste aflevering al, er waren 6 afleveringen en dat was heel vervelend. Maar bij aflevering 1 had je hem al gevonden? Ja, dat was echt een heel mooi moment. Maar dat is, het is dat als je daar zo luchtig over praat, dan is het net, dan komt het echt niet echt over. Begrijp ik, oké. Okay. Nou, dan eten we gewoon dit patatje op. Vind je het nog leuk, Henny? Ja, ja, wel, ja. Net aan, hè? Net aan, ja. Het moet ook niet langer duren. Nee. Henny, tijd voor een snackie? Zeker. Ja? Wat zou je zelf voor snack zijn? Ik denk een vegetarische bal. Geen vlees? Geen vlees. Vegetarische bal. Oké. Okay. Op naar de kroketten. Zo is het. Toch? De kroket. Voor wat trekken wij jou 's nachts uit bed? Voor een groentekroket. Die vind ik heerlijk. Goedemiddag. De bami-hap. Jij hebt nog steeds spijt van deze misstap. Oh, ik heb zoveel misstappen gedaan in mijn leven. Dat red ik niet met één bami-schijf. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ah, kaasvlees. Henny, als je een superkracht zou hebben, dan zou je... Ja, vliegen. Wat heb ik gedaan? Stel je voor dat je als mens kan vliegen. Ja, ik bedoel niet in een vliegtuig, maar dat je met je armen... Ach, oh, geweldig lijkt dat. En waar naartoe dan? Maakt niet uit. Als je kan vliegen, kun je overal naartoe. Mag ik beginnen? Ja. Doe dat. Hartstikke oké. De frikandel. Hij is lang, hij is bruin. Het is net een microfoon. Welk nummer zou je zelf playbacken? Ja, dat is best wel een hele ingewikkelde vraag. En vooral omdat ik de geur van die frikandel in mijn neus in komt, dat geeft een soort eerder een liedje van Ted de Braak of zo. De kipcorn. Zon of sneeuw? Wat zeg je nou? Zon of sneeuw? Zon. Bulletje of snuitje? Snuitje. Vouwen of proppen? Vouwen of proppen? Ja, vouwen altijd, nooit proppen. Voor eeuwig kind of voor altijd opa? Beide. Sorry, ik kan niet kiezen. Zo had je geheten als je een meisje was geweest? Henny ook. Wat schoot er laatst bij jou in het verkeerde keelgat? Nou, dit ding was ooit een kip. Wat denk je daarvan? Nou, geniet ervan. Dankjewel. Tot ziens. Henny, zullen we hem samen nog even instaan, ja, afsluiten? Dat hoort bij me. Dat hoort bij me. Nou, Janine, hit it. Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend. En toch ook pijn. Miro, kom maar, kom maar. Hey, kom op, Janine, kom maar. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij vanuit de gefeliciteerde. Met z'n allen. Kom, Janine, kom. Waar is de zon? Met
met z'n allen. We zijn er wel eens op gedaan in zo'n gewicht. Want waar we naar de pijn naartoe. Zo Henny, dat was hem. Oeh. Zit je nou te kijken en heb je nog een brandende vraag voor niemand minder dan Henny Huisman? Een beetje optioneel, een beetje optioneel vraag. Stel hem dan hieronder en dan krijg je een persoonlijk beantwoord van Henny Huisman. Doen hè? Henny, bedankt dat je er was. Wil je nog een patatje mee naar huis? Nee, zit vol. Oké. Dag Henny!